Yo Nintendo fans, welkom bij weer een nieuw fantastisch thema-eiland in Animal Crossing New Horizons. Vandaag geen thema aan de hand van een spel of een serie of een film. Nee, dit is Squirrel Island, oftewel Eekhoorn Eiland. Let's go! En kijk eens, we zien het inderdaad. Allemaal eekhoorns hier zo. En als je naar de map kijkt, rechts onderin, dan zie je dat het een aardig mooi symmetrisch eiland is. Die gaan we even in het groot bekijken. Kijk, de servicebalie, de winkel. En alles staat mooi op een rijtje. Nou, super knap gedaan natuurlijk. En kijk even naar de vorm van het water, want dat is gewoon in de vorm van een eekhoorn. En naast die eekhoorn zie je twee keer twee nootjes. Echt super leuk gedaan. Links zie je wie hier allemaal wonen. Dat zijn Peanut, Agent S, Hazel, Tasha, Static, dat is echt de ultieme Rikachu-bewoner, want die heeft namelijk zo'n bliksemstraal op zijn hoofd. Carolyn, die vind ik echt superleuk en Nibbles vind ik ook hartstikke leuk. Dan hebben we Sylvana, Marshall en Filbert. We gaan hier dus gewoon even rondlopen. Ik ben hartstikke benieuwd wat we hier allemaal voor eekhoornachtigs kunnen gaan vinden. Er zijn in ieder geval een hele hoop mooie bloemetjes. Gouden rozen zijn hier ook al van de partij. Hey, daar is Nibbles. Yo! Alles goed, Nibbles? Dus even kijken wat voor mooie ontwerp deze persoon heeft gemaakt. Beware of dog. En inderdaad, hier squirrels. High voltage. Oeh, ja, kijk. Dit is wel aardig bliksemstralerig. Nice. Als je dit eiland nou zelf wilt bezoeken, dan kan dat. Want ik gooi gewoon de code hieronder in de beschrijving. En wil je nou sowieso meer van dit soort video's zien? Vergeet dan niet te abonneren, hè, jongens. Want die Rikachu Army die moet nog even een stukje groeien. We gaan naar de 50.000 abonnees. Daar gaan we voor. En hier is de bewoner van dit eiland. Dit is Dilbert. En Dilbert zegt, trust in thy squirrel. Hey man. Beware of dog. Oh, en dog is een schildpad. Nice. De schildpad en de eekhoornen zijn geen vrienden blijkbaar, jongens. Die vertrouwen elkaar niet. Dit is Spencer. Spencer de dog, die eigenlijk een schildpad is. Zo, dit is trouwens een vette statue. Een mega libelle, jongens. Super cool. Kan je die gewoon bij Flick krijgen? Dat zou echt super cool zijn. Dan moet ik daar ook maar eens even naar gaan kijken. Deze is ook super groot. Holy moly, jongen. Wie woont hier trouwens? Hallo, hallo? Oh, dit is het huisje van de bewoner zelf. Super cool. We zien inderdaad weer die wolkenvloer. Heel nice. We zien vissen en we zien mooie insectenbeelden inderdaad. Zo, deze gast heeft echt flink zijn best gedaan om al die insectenbeelden te verzamelen. Holy moly. Zo, hallo? Dit is even een roze kamertje. Ik denk dat hij hiermee wil zeggen dat vrouwen in de keuken horen. Want ik bedoel, ik zie niet een man hier heel snel in koken hoor. In zo'n keuken, in zo'n roze keuken. Ik wil niet heel veel zeggen, maar nou, voordat ik te veel zeg, gaan we door naar de volgende kamer. Ja, en dat is deze kamer hierboven. Ik vind dat wel tof hoor, die dingen met die roze blaadjes en zo. Dat was natuurlijk helemaal in het begin, kon je die dingen verzamelen. Toen vlogen er ook overal roze blaadjes door de map. Die kon je gebruiken om dit soort boompjes te maken. En bijvoorbeeld deze vloer, vind ik echt heel nice. Oké, de kamer links. Dat is gewoon even een rustig, lekker relax kamertje. Waar je rustig en relax kan poepen. Nou, of in bad kan zitten. Of nou ja, gewoon even kan kijken naar een beeld. Oké, doei beeld. Dan, even naar de zolder. Kijk. Oh, dit vind ik superleuk. Kijk dan. Hier zien we alle posters van de hamsterbewoners van dit eiland. Wat leuk. Carolyn, Hazel, Marshall, Tasha. Ja, ze zijn er allemaal bij. En volgens mij willen ze populair worden. Want ik bedoel, dit is gewoon de oefenruimte voor hun band. Dit is de oefenruimte voor de Squirrel Band. Wie zou de zanger zijn? Ik denk dat Tasha de zanger is. Ik denk dat Agent S de drummer is. Ja, en de rest mogen jullie invullen, jongens. Welke rol hebben al deze squirrels, eekhoorns in deze band, denken jullie? Dat is wel echt een vette kamer, zeg. Holy moly. En wat zou er dan zijn in de kelder? De meeste oefenruimtes voor bands zijn in de kelder. Oké. Ja, ik weet niet heel erg wat ik hiervan moet denken. Het ziet eruit als een gevangenismuur. Ik weet niet wat deze aan het doen zijn. Zijn jullie een soort van staring contest aan het houden of zo? Ja, dat kan nog wel even duren, jongens. Ik ga verder. Al met al wel een heel cool huis. Maar ik vond de oefenruimte voor de band met alle posters, dat vond ik echt het allerleukste stukje. Kijk dan, hier is het museum. Dit is ook wel een toffe entrance voor een museum. Kijk, het reuzenhert, dat is gesplitst in tweeën. Aan de linkerkant staat de ene helft en aan de rechterkant staat de andere helft. I like it. Ik vind het tof. Dan gaan we nu even hier kijken. En hier worden denk ik allerlei bloemen gekweekt door alle eekhoorns op dit eiland. Dan als we de brug overgaan, hebben we de achterkant van het museum. Ja, en het huis dan van opperbaas Marshall natuurlijk. Met allemaal gouden bloemen ernaast. Hoe ziet het huis van Marshall er eigenlijk uit? Volgens mij heb ik die nog nooit gezien. What up, Marshall? Alles lekker met je. Marshall zegt, omdat dit een droom is, geeft het niet wat we doen. Toch, ik kan dus schaamteloos heavy metal neurien.
Je huis ziet er niet zo heavy metal uit. Dat valt wel mee. Ziet er best wel netjes uit, Marshall. Goed gedaan. En naast Marshall woont Tasha. Die heeft trouwens ook een tof huis. Ik heb Tasha op mijn eiland gehad. Kijk, kijk die muur. Het is een beetje deprimerend, maar Tasha is helemaal niet zo depressief hoor. Tasha is eigenlijk gewoon best wel aardig. Ik vind haar wel cool. Tasha, leuk je weer een keer te zien, man. Dat is echt lang geleden. En door. Ja, het is natuurlijk helemaal symmetrisch, hè. Dus als we nu hier doorlopen langs Hazel, wat ik overigens niet zo'n hele mooie eekhoorn vind, gaan we hier natuurlijk ook weer wat huisjes vinden. Bijvoorbeeld dit huisje. En dit is dus Static. En Static is wel de ultieme Rikachu-bewoner, hoor. Yo, what up, Static? Je hebt best ook wel een cool huis. Jij bent gewoon echt een popster. Kijk, jij speelt de gitaar blijkbaar in de band. In de grote Squirrel Band. Yo, man. Zo, hij heeft wel een zware stem. Moet je horen. Ja, ik vind het vet. Kijk, kijk die bliksemstraal op zijn bakkes. Dat is toch tof? Eigenlijk moet ik Static ook hebben op mijn eiland. Die hoort er gewoon bij. En door. Wat hebben we hier nog meer? Kijk, allerlei dinosaurussen. De Triceratops. Hier is iets fout gegaan. Ik weet niet precies wat hier allemaal gebeurd is. Maar dit zijn drie dinosaurussen gecombineerd. Maar de sabeltandtijger onder andere. Maar dit ziet er een beetje weird uit, man. Oh, kijk, hier gaat het ook fout. Yo, de eekhoorns die zijn niet echt heel erg goed in fossielen op de juiste manier opstellen. Of misschien is dit juist wel heel erg creatief. Misschien denken ze wel gewoon van, hé, wij gaan gewoon nieuwe dinosaurussen uitvinden. Het ziet er wel weer uit, man, allemaal. Dit klopt voor geen meter. Ik vind het wel leuk bedacht. Deze mist alleen een hoofd, jongens. En deze vliegende dinosaurus heeft een beetje rare vleugels. Yo, Filbert! Een van de coole dingen is dat het een soort land is dat in het water drijft. Ben jij trouwens verantwoordelijk voor al deze fossielen, Filbert? Deze heeft letterlijk alleen een nek en twee hoofden. Filbert, doe je ding, jongen. Ik zie je vast de volgende keer alweer. Succes met je dinosaurussen rangschikking. Dan gaan we hier naar boven. En dan kunnen we hier nog een keer naar boven. En hier liggen de stenen voor dit eiland om de materials te grinden. Gaan we naar links. Zien we nog meer gouden rozen en het huis van Filbert. En hier, ja, dit is Carolyn. Ik vind Carolyn misschien wel echt de leukste eekhoorn. Yo, Carolyn, jij nerdje met al je mooie manga boeken en strips en... Oh, jij tekent ook. Sorry, ik merkte niet dat je wat zei omdat ik stond te dagdromen. Het blijft bijzonder dat je wakker kunt zijn en toch kunt dromen. Nou, inderdaad, Carolyn. Leuk huis heb je. Ik ben wel benieuwd. Wie is jouw favoriete eekhoorn? Yo, Agent S, what up? Ik denk dat een aantal van jullie sowieso Agent S gaan noemen als favoriete eekhoorn. Kijk hoe derpy dit eruit ziet. Hij vindt het geweldig dat hij bezoek heeft. Ja, Agent S wil volgens mij pro-worstelaar worden of zo. Hij doet alles om fit te zijn, want hij heeft een mooie loopband daar. Worstelaar champion op de kast en een hoek om te oefenen. Yo, go for it, man. Maak je dromen waar. Doe je ding. Blijf gaan. Agent S, nooit opgeven. Het komt allemaal goed. Jij gaat die pro-worstelaar worden. Heb ik alle vertrouwen in. Wat hebben we hier? Wow, nog... Kijk hoeveel rozen. Superveel zwarte rozen. Mooie boompies. Daar een grafplaats van een overleden eekhoorn aan de rechterkant. Wie wonen er aan deze kant? Hier woont Hazel. Hier woont... De roze squirrel, waarvan ik even de naam niet meer weet. En hier woont Nibbles. Daarachter is ook nog een eekhoorn aan het chillen. Yo, wie loopt daar? Hey, Filbert, ben je opeens geteleporteerd of zo? Wat doe je nou daar opeens? Filbert is wel een beetje eng, hoor. Kijk hoe die kijkt met zijn ogen. Opeens is die hier. Ik vertrouw Filbert niet. Deze man. Weet niet hoe die daar in één keer is gekomen, maar hij is daar. En als we hier naar boven gaan, wat hebben we hier dan? Dit ziet er ook wel vet uit. Oh ja, kijk, hier heb je al je mooie Japanse schermen en je kimono rekken en zo. Dit zijn zo'n beetje de duurste items, denk ik. Nou, misschien niet de allerduurste, maar ze zijn wel duur. En ze zijn ook heel tof, want ik vind deze dingen echt heel vet. Die wil ik ook allemaal op mijn eiland hebben. Heel nice. Check even de details op deze kimono-rekken, man. Zien adelaars en dit is een soort van lampionnetjes of zo. Hier nog wat vogels erop. Deze met die draak is ook echt gruwelijk. En hier nog wat schermen met bomen. Bamboebomen, bloesembomen. Een soort van Lion King boom. En een tijger, heel cool. Yo, en dan kunnen we nog hier doorheen. Door alle watervallen. Ik ben benieuwd. Ik hoop wel op iets episch hier aan het einde van deze watervallen, hoor jongens. Oké, nou ja, dat valt mee. We kunnen gewoon even chillen. Ik wil nog even hier omheen lopen. Want dit is dus dat water in de vorm van een eekhoorn. Ja, dat zie je wel duidelijk. Dat zie je heel duidelijk. Kijk, hier dat staartje. Het staartje is net zo groot als de eekhoorn zelf. Oh, dit is de roze eekhoorn. Oh, dit was Peanut. Nou, Peanut. Het was leuk om kennis met je te maken, maar ik vind Nibbles toch net even wat leuker. Gaan jullie elkaar een kusje geven? Oh, nee. Nee, Nibbles wordt gedist. Arme Nibbles. Hier hebben we Nook's Hoek met, Godzilla. Ik weet niet, man, maar
Als ik zo'n eekhoorn was, zou ik niet in de buurt van de winkel durven te komen met zo'n ding ervoor. Lijkt me best wel intimiderend eigenlijk. Hier is de high voltage place. Daar wordt alle energie opgewekt voor de eekhoorns en hun band, zodat ze natuurlijk kunnen oefenen. Ik bedoel, je hebt een hoop elektriciteit nodig als je elektrisch drumstel, elektrisch gitaar, microfoon en alles aan moet sluiten. Dus hé, ja, dit is noodzakelijk. Kijk, dit gouden toilet. Hoe kom je aan een gouden toilet? Dit is zo vet. Die heb ik nog nooit gezien. Heel cool. Wat? Wie zit hier opgesloten? Er is een kikker opgesloten. This is commentary. Oh, wacht even. Dit is de evolutie. Je gaat van een kikkervisje naar een kikker. En vervolgens ben je kappa of zo. En als je kappa bent, dan word je opgesloten. Oké, ik denk dat we alles wel zo'n beetje hebben gehad op dit eiland van Upper Acorns. Ik vond het wel leuk om hier rond te lopen. En ik ben wel benieuwd. Als jij een bepaald type zou moeten uitkiezen. Een bepaald type. En je mag alleen maar van dat type villagers hebben op je eiland. Welk type zou dat dan zijn? Ik vind de eekhoorns zelf wel heel erg leuk. De kikkers lijken me ook wel heel erg leuk. En de eendjes. Dat lijkt me ook vet. Laat het even weten hieronder in de reacties. En wil je dit eiland bezoeken? Dan staat de code hieronder ook in de beschrijving. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor meer leuke Nintendo Animal Crossing Pokémon Mario video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatune. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!